Dit herken je vast. Het is super lekker weer en opeens wordt het helemaal donker. En voor je het weet, ben je helemaal doorweekt van de regen. Hoe kan er nu opeens zo'n noodweer ontstaan? Ik leg het je uit in de werkplaats. Eerste misverstand uit de weg ruimen. Een wolk is geen waterdamp of stoom. Die vormen van water kun je niet zien. Bij deze fluitketel is het water hier vlakbij de tuit stoom. En hier verderop, waar de stoom wat afgekoeld is, is het vloeibaar water zwevend in de lucht. Een wolk is dus letterlijk een hoop waterdruppels die in de lucht zweven. En dan zou je denken, er is toch zwaartekracht? Waarom stort dit allemaal niet meteen omlaag? Dat komt doordat die waterdruppeltjes ontzettend klein zijn. Meestal een paar honderdste van een millimeter. Dat is dunner dan een haar. Daardoor trekt de zwaartekracht ze niet heel hard omlaag. In plaats daarvan drijven ze feitelijk op de luchtdeeltjes. Ze zijn in suspensie, zoals dat heet. Net als een wolkje parfum. Daarom valt de wolk uit dit fluitketeltje ook niet zomaar omlaag. Als het regent, vallen die waterdruppels wel omlaag. Om duidelijk te maken hoe dat kan, heb ik hier op de werkbank een dwarsdoorsnede van de lucht gemaakt. Hier is het aardoppervlak waar wij wonen. Hierboven is de lucht, de atmosfeer, zoals wij zouden zeggen. En hier zou je uiteindelijk in de ruimte komen. Die lucht is natuurlijk niet leeg, want daar zweven onder andere wolken in. Water dus. En er zitten ook overal gasvormige luchtdeeltjes. Stikstof, zuurstof, waterdamp, CO2, ga zo maar door. Waterdamp vind je sowieso dicht bij de grond. Daar is de lucht warm en verdampt het water uit het aardoppervlak. Dat komt doordat de zon de aarde opwarmt. En doordat de lucht warm is, stijgt die net als een hete luchtballon op en neemt die de waterdamp met zich mee. Dat komt doordat gasdeeltjes en dus ook waterdampdeeltjes altijd uit zichzelf bewegen. En hoe hoger de temperatuur is, hoe meer ze bewegen. En hoe meer ze bewegen, hoe meer ruimte ze voor zichzelf nodig hebben. Die ruimte kunnen ze beneden niet vinden, dus daarvoor moeten ze opstijgen. Maar hoe verder ze van het aardoppervlak verwijderd zijn, hoe minder warmte er is. Daardoor gaan ze weer afkoelen, tot ze vanzelf veranderen van waterdamp in water. Dat noemen we condenseren. Omdat het op die grotere hoogte ook nog eens harder waait, zie je wolken als je goed kijkt continu veranderen. Want de wind blaast zo'n wolk alle kanten op en er komen en gaan dus steeds waterdeeltjes bij en af. De hoogte in de lucht waarop het gebeurt, noemen we het condensatieniveau. En dat is ook waarom wolken aan de onderkant min of meer plat zijn. Daar begint ineens dat condenseren. Nu is het zo dat in de zomer het op de grond relatief warm is. Zo warm dat veel oppervlaktewater verdampt. Door de grootschalige verdamping kan die opstijgende luchtstroom zo sterk zijn dat de deeltjes niet alleen condenseren, maar daarna ook verder opstijgen. De druppels kunnen daarbij zo hoog komen dat ze koud genoeg worden om te bevriezen. Een stukje verderop zouden die ijsdeeltjes ook weer omlaag kunnen zakken. En dan smelten ze weer tot waterdeeltjes. Die kunnen weer verder omlaag zakken, maar als het in de lagere luchtlagen maar warm genoeg is, zullen ze niet als waterdruppels de grond bereiken. Want door die warmte veranderen ze weer terug in waterdamp. En nu kan het hele proces weer van vooraf aan beginnen. Dit gebeurt in allerlei varianten de hele tijd. Waterdamp wordt water, water wordt ijs, ijs zakt weer omlaag, wordt weer water of waterdamp, enzovoort, enzovoort. Maar als er steeds weer nieuwe waterdamp wordt aangevoerd, gaat die ook meedraaien in die cyclus van bevriezen en ontdooien. En daardoor kan die wolk zo enorm groot en dicht worden dat die kleine waterdruppeltjes meer en meer gaan samenklonteren. Je krijgt grotere druppels. Zo wordt de bui als het ware voorbereid. Want als die druppels op een gegeven moment zwaar genoeg zijn om door de zwaartekracht te worden gegrepen, kunnen ze niet meer blijven zweven en gaat het regenen. Soms als een gewone bui en soms als een echte wolkbreuk. Dat is heel veel regen. Dit is wat we in de meteorologie een pulsbui noemen. Op één plek gaat het water omhoog en op dezelfde plek komt het weer neer. Zo'n bui kan na bijvoorbeeld een half uur of een uur weer voorbij zijn als de wolk uitgeregend is. Maar het kan ook veel ingewikkelder. Want het weer begint en eindigt niet bij de grens. Als het bijvoorbeeld in Frankrijk heel heet is, dan verdampt daar heel veel water. En als die waterdamp in een constante luchtstroom naar Nederland wordt geblazen, dan kan die hier mee gaan doen in het proces van verdampen, condenseren en regenen. En doordat die bui steeds weer nieuwe waterdeeltjes krijgt, kan die in principe urenlang blijven doorgaan met regenen. Daarbij kan ook extreem weer voorkomen, zoals grote hagelstenen. Dat is omdat zo'n cyclus van bevriezen en ontdooien zo lang kan doorgaan dat de hagelstenen heel groot kunnen worden.
En omdat die stijgende luchtstroom zo sterk is, kunnen de hagelstenen alleen maar er doorheen komen als ze voldoende zwaar zijn geworden. En dan vallen ze zo snel dat ze helemaal geen tijd meer hebben om te smelten tot regen. Tijdens zo'n bui gebeuren er ook nog andere dingen. De regenbui trekt bijvoorbeeld koude lucht mee omlaag of de bui laat warme lucht afkoelen. En dat veroorzaakt aan de grond dan die zware windstoten die je bij dit soort buien wel eens kunt zien. Helemaal voorspellen waar en wanneer zulk extreem weer gaat voorkomen is heel moeilijk, omdat er ontzettend veel factoren bij spelen. Eigenlijk is het in de lucht altijd chaos. Maar met de hulp van computermodellen zijn we wel steeds beter in staat om te berekenen wanneer het slecht weer wordt en je dus beter binnen kunt blijven. Er wordt in Nederland volop gedemonstreerd en dat merken we allemaal. Van boerenprotesten tot klimaatdemonstraties en nog veel meer. Maar wat mag je nou eigenlijk wel en wat mag je niet als demonstrant in Nederland? Ik ben Noor Zwart, rechtswetenschapper, en in de volgende aflevering vertel ik je waarom ons demonstratierecht veel sterker is dan we denken.